Suleiman, gefeliciteerd man met de prijs voor beste talent van de eerste periode. Hoe voelt dat nou? Dank je wel. Ja, ze wouden me eerst een beetje voor de grap houden en zeggen dat ik wat verkeerds had gedaan. En toen kwamen ze mee dat ik was verkozen tot speler van de periode. En ja, ze stoofden gewoon een glimlach op mijn gezicht. En ja, ik was er blij mee en ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Nee, het is nu een paar dagen later, hè, want je hebt het voor het weekend gehoord. Heb je er een beetje over na kunnen denken? Ja, gewoon voor de wedstrijd, maar na de wedstrijd heb ik er niet echt veel meer over nagedacht. Nee. En nu is het gewoon de lijn doorpakken. Ja, hoe reageren de mensen om je heen? Ze waren blij voor me. Ze waren blij voor me. Want ja, ze weten van waar ik kom en waar ik vorig jaar stond. Ja. Dus ja, ze waren heel blij voor me. Ja, want dat is misschien wel het verhaal. Hè? Als het dan om jou gaat, dat vorig seizoen, dat je lang geblesseerd bent geweest, helaas. Ja. Dan moet je terugkomen. Mm. Dat zien de mensen thuis vaak niet. Die denken alleen maar, hé, waar is Suleiman? Ja. Jij bent druk aan het revalideren. Zijn er dan ook dingen die je daarvan geleerd hebt van die periode in mentaal opzicht? Zeker weten. Zeker weten. De eerste 2 maanden waren heel moeilijk voor mij. Van mijn blessure. En daarna moest ik de knop omdraaien en heb ik dat gedaan. Ja. En dit is wat eruit is gekomen. Ja, en als je dan kijkt naar waar je nu staat en waar je naar vorig jaar staat, kan je die ontwikkeling omschrijven? Ik denk dat ik mentaal veel sterker ben geworden. En fysiek ook gewoon veel sterker ben geworden. En ja, omdat ik de knop een beetje heb omgedraaid, dat ik denk fit ben. Topfit ben. En daar moet ik wel de dank aan Jacqueline geven. Hoor. Ja, die heeft je goed geholpen. Zeker, mentaal en ja, fysiek. Ja, dat is belangrijk inderdaad. Dit seizoen, ik had hem wel onthouden, maar ik heb het toch opgeschreven. 5 doelpunten, 4 assists. Ja. Als je kijkt naar die 5 doelpunten, welke is de mooiste? Ik denk mijn eerste. Tegen MVV. Was volgens mij tegen MVV of die tegen ADO. Ja. Eén van die twee, denk ik wel. En waarom zou je kiezen voor MVV, dat doelpunt? Ik schoot hem lekker de kruising in en het was mijn eerste doelpunt. En ja, tegen ADO... Beetje hetzelfde. Ja. Beetje hetzelfde, maar ja, het was meer individuele actie.